derde editie van de Telenet Trophy vond dit jaar plaats in Houthalen. Het toernooi maakt deel uit van de European Challenge Tour. Dit parcours werd eerder dit jaar door Golf Weekly verkozen tot mooiste golfterrein van België. Met zijn vele doglegs is een dynamisch spel aangewezen. Organisator Jan Baert was alvast zeer enthousiast over deze editie. Het verloopt zeer goed, dus de sponsors zijn tevreden, de spelers zijn zeer tevreden. We krijgen niks als lof van de buitenlandse spelers, dus we kunnen niet beter wensen. Als ik vergelijk met vorig jaar, denk ik dat wij dit jaar toch wel over het weekend heen tussen de 2.000 à 3.000 mensen mogen verwachten. De spelomstandigheden tijdens de eerste dag waren niet echt optimaal te noemen. De vroege starters ontsnapten evenwel nog aan de ergste regenbuien. Maar de stevige wind, die constant van kracht wisselde, was niet echt bevorderlijk voor het spelpeil. It's been good so far. The weather's been windy, wet, everything really. So it's been difficult so far, but it's a nice place. It's similar to the ones near London, like Sunningdale and Walton Heath. It's tree-lined with some heather and it's good. I like it for that. Thuisspeler Manuel Willems kon het Houthalense publiek heel even doen dromen. Hij startte goed. Zijn bogey op de eerste hole werd echter meteen uitgegomd door een birdie op 2. Op holes 7 en 8 scoorde hij telkens een birdie die hem halfweg op min 2 bracht. Willems haalde uiteindelijk de cut niet, maar hij kijkt toch optimistisch naar de toekomst. Ja, het is toch al voor 25 jaar geleden dat ik hier ben begonnen. Het is via mijn grootvader een beetje dat die mij hier aan het golfen heeft gebracht. Ik bedank hem nog altijd voor. Ja. Ik denk dat ik nog van het seizoen nog een 4-5-tal challenge toernooien kan meespelen. Dus hopen dat we daar ergens kunnen doorschieten. Ik ga nog altijd de qualifying school meedoen van het jaar en kijken hoe het evolueert. Dus het is altijd wel een beetje een doel, maar het is een zwaar doel. Ja. Het was in Houthalen ook uitkijken naar de ruwe diamant Christopher Mivies, die zonder verwachtingen aan het toernooi startte. Mivies was vooral aanwezig om ervaring op te doen en om op dit professionele niveau vooruitgang te boeken. Het wordt zeker uitkijken naar hoe hij het er in oktober gaat van afbrengen op het wereldkampioenschap voor amateurs in Australië. Nu komt de belangrijkste periode. We hebben de Europees kampioenschappen team binnen 2 weken. En dan volgt het elkaar op met internationale toernooien en elk toernooi zo goed mogelijk doen met de middelen die je hebt. En dan hopen dat we hoog eindigen in bepaalde wedstrijden. Samen met de temperatuur steeg ook het niveau tijdens de laatste 2 dagen van het toernooi. De meeste Belgen haalden de cut niet. De 4 reguliere Challenge Tour Belgen, Kolsaert, De Voogd, Teunis en de winnaar van vorig jaar, Nicolas van Hotegem, zakten door het ijs. Alleen luikenaar Gérald Gres, die uiteindelijk een uitstekende 6e plaats liet optekenen, en deze Xavier Feijaerts overleefden de cut. Feijaerts kroonde zich tot beste amateur van het toernooi, wat niet evident is, vermits hij door een hardnekkige polsblessure de hele winter door en het voorjaar niet had kunnen trainen. Dit is nu mijn eerste Challenge Tour toernooi dit jaar, maar ik speelde de amateurtoernooien voor de rest van het seizoen. En dat is natuurlijk ook een heel hoog niveau. Ik heb wel wat kut gemist omdat ik niet zo goed aan het spelen was in het begin van het jaar. Maar ik hoop nu de rest van het seizoen goed te kunnen uitspelen en dat zien we wel. In het begin van het jaar was ik eigenlijk van plan om qualifying school te gaan spelen en waarschijnlijk pro te worden. Maar ik probeer nu een beetje toernooi per toernooi te spelen en zie waar ik uitkom en zie wat het niveau is. Want zoals iedereen wel kan merken is het niveau op de Challenge Tour en de European Tour echt heel hoog. En ik denk dat je wel klaar moet zijn om pro te worden. Het uitzonderlijk hoge niveau werd nog eens extra benadrukt door het sneuvelen van het baanrecord. Deze 25-jarige Franstalige Zwitser Rafael de Souza dook in de 3e ronde van de Telenet Trophy zelfs 9 slagen onder de par. Uiteindelijk goed voor een 63 en dus een nieuw baanrecord. De Deen Soren Juul deed deze score zondag nog eens over. Zo werd de 64 van Simon Yearsley na bijna 10 jaar van de tabellen geveegd. De Nederlander Will Besseling leek de laatste dag af te stevenen op de eindzege. Besseling, 1,5 jaar geleden nog wereldkampioen bij de amateurs, kon na zijn zege in het Colombiaanse Bogota een 2e Challenge Tour zege binnenhalen. We'll be right back.
Maar dat was buiten de Engelsman David Hosey gerekend. Besseling haperde op de laatste holes en Hosey zag zijn kans schoon. Zoals het een echte thriller betaamt, werd de wedstrijd op de laatste hole beslecht, waardoor een play-off vermeden werd. I played pretty solid the first 2 days, and then yesterday was a bit scrappy, and same today really, but stuck in there and held a few putts, and it turned out to be enough. Course was fantastic, very good condition. We've been lucky with the weather, I think, certainly today. Looking forward to next week and taking it forward to hopefully another win. Hoewel er geen Tiger Woods te bespeuren viel, werd er op de Telinet Trophy een meer dan behoorlijk niveau gehaald. De European Tour Caravan reist nu door naar Schotland, maar is volgend jaar opnieuw present in België. Wij kijken alvast uit naar de 4e editie van deze wedstrijd, die volgend jaar opnieuw doorgaat in Waterloo.